Welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van Harry Potter en de Steen der Finale. Vandaag is de finale. Ja, de Steen der Finale gooit tegen een raam aan en weg is het raam. We zijn achtergekomen dat Voldemort uiteindelijk de Steen der Wijze wil gaan pakken. Voor het eeuwige leven. Oeh. Echt. We hebben een discussie al gehad over de Horcruxes. Voor mij zijn de Horcruxes, geef je al voor mij al genoeg eeuwig leven. Dus waarom wil je nog meer eeuwig leven? En dit is ook denk ik waarom J.K. Rowling niet echt ver vooruit dacht. Want hij wordt eeuwig leven in film 1. Maar hij heeft al de Horcruxes, dus hij had al eeuwig leven. Want je kan zeggen van oké, maar... Ja, het is goed met je foppen. Oké, dat is gewoon heel flauw. Jezus, man. Oké, zet die straalmotor even uit. Dank u vriendelijk. Echt. Nee, maar hij is dood gegaan en heeft dus uiteindelijk in het hoofd van Kronkel gegaan. Dus hij had nooit zijn eigen lichaam, maar hij was wel onsterfelijk. Want zijn ziel was gesplitst in 7. De ring, het boek, Harry, Nagini, een tiara... En maar 1 of 2 extra dingen nog. En dat was het. Dus ja, er waren al aardig wat dingen. Dus ik snap nog steeds niet waarom hij dan onsterfelijk worden. Want in film 2 wilde hij gebruik maken van Genie. En door gebruik te maken van Genie kon hij ook weer terugkomen. Ik had een betere vraag is dus waarom wil hij Genie en niet bijvoorbeeld een Harry of een Ron. Ik snap het niet helemaal. En ik kan zo zeggen, ja, maar als Martin Fielder of wat dan ook, is hij sexy en dan stappen vrouwen op af. Voor mij was dat de redenering. Ik vind het nog steeds geen goede redenering, maar dat is de redenering die ze geven. Dus ja. En dan gaan we dood. Handig. Zo. Nou, en voor de rest... Nou ja, kijk, in film 3 was er geen Voldemort. Dan was het hele ding dat Sirius gevaarlijk was. Film 4 werd hij gerevived. Toen ik denk van... Waarom werd hij überhaupt gerevived? Dus ja, een beetje raar. Beetje raar. Want je zou kunnen zeggen van, bloed afgenomen van ongewilligde. Het is bloed. Hij had van Harry bloed genomen. Voor mij is daar een veel makkelijke manier voor. En het heet gewoon een lichaamsonderzoek. Er is vast wel een... Hoe zeg je dat? Een bloedonderzoek of een bepaald monster... Wat jij kan gaan gebruiken om waar bloed voor nodig is. Oh ja, en hier hebben we opeens een time trial. Waarvan ik ook denk van... De hele game hebben we geen time trial gehad. En in deze heb je opeens een time trial. Logisch. Maar ja, dat bloed moet afgenomen worden om een bepaald monster te verslaan. Of voor een bepaald drankje of wat dan ook. En zeg dan gewoon tegen Harry... Hey Harry, hartstikke mooi, maar... We hebben vers bloed nodig of we zijn zo onder de indruk van jouw potion. Kan je hem even opnieuw opmaken? Of kunnen wij jouw bloed even afnemen zodat wij het proces wat beter kunnen uitleggen voor het maken van die potion? Verzin maar iets, maar het is maar bloed. In een magische wereld lijkt me dat niet het grootste probleem dat je dat niet tot je beschikking hebt. Maar op dit punt zijn ze nog 10 jaar. Over het algemeen luisteren de meeste 10-jarigen wel naar hun leraar. En ik denk helemaal in een wondere wereld van de... Wizarden wereld. Dat je ook gewoon zegt van... Hé, ik heb bloed nodig. Lijkt me niet zo heel moeilijk.
Maar ja, dat ben ik eerlijk gezegd. Ik snap dan ook eerlijk gezegd niet waarom dat dan was. Nou ja, 5 had hij leven, dus dan is het niet meer relevant. Dus tot aan eigenlijk de 4e film zou je kunnen afvragen van waarom neemt hij gewoon die bloed af? Want Peter Pettigrew, dus meneer de muis. Ik heb geen idee wat hij voor rol speelt, maar een grote rol speelt hij niet. Dus dat is een beetje mijn ding van... dat JK gewoon dingen had geschreven tussendoor. Nou, voor Pluisje is het als volgt. Je loopt achter hem. En niet te dicht op hem lopen, want zijn kalmtebalk reset direct. Dus gewoon heel rustig lopen, heel rustig voor hem lopen. En heel rustig achter hem lopen. Dat is de beste manier, want hij attackt je zo en dan mag je helemaal opnieuw beginnen. Nou, dat was Pluisje. Nou, nu beginnen wij aan de, nou ja, kruidplanten. Steek de duivelstrik, ja. Steek hem in de fik en met klaar. Dus ja. Niet heel relevant, lijkt me. En op dit punt waren Harry en... Nou, ja, was het nog echt Harry, Hermeline en Ron. Vanaf de volgende films is het dan niet meer eens Harry, Hermeline en Ron. Het is misschien een keer Harry, misschien een keer... Ja, voor film 2 was het een beetje Ron. Voor film 3 was het een klein beetje Hermeline. Maar vanaf film 4 speelde eigenlijk niemand van hun meer een rol. Echt, het hele stuk stelde geen ene ruk meer voor. Dus ja. Want vanaf film 7, wat deed Ron en Hermeline nog? Niet heel veel. Ron was een beetje een salty asshole en dat was het. Maar ja, wat ik wel mooi vind aan deze is dat iedereen's kennis en kunde ook gehighlight werd in dit stuk. Dus Ron's kennis en kunde rondom schaken. Hermeline's kennis en kunde rondom... Nou ja, het maken van potions, kennis van duivelstrik, die dingen. Nou ja, zometeen hebben wij nog de vliegende sleutels die we moeten gaan pakken. Nou ja, Harry kan heeft leren zwerkballen. Dus al die dingen, er is een referentie geweest. Naar in film 2 had je het ook een beetje... Omdat we wisten dat Harry met slangen kon praten. Alleen dat was nog goed geforeshadowed. Vanaf film 3 werd het alleen maar een drama. Ja, ik heb een middel waarmee ik in de tijd kan reizen voor 5 uur. Ja. En ik kan zeggen van ja, maar er is maar één zo'n ding in de hele wereld. Vooralsnog. Het moment dat je tijdreizen introduceert in een serie die niet gefocust is op tijdreizen, ben je fucked. Je kan het verhaal gewoon niet meer fatsoenlijk schrijven, want je kan zoveel dingen dan verkeerd of interpreteren of zeggen van ja, maar ze hadden het kunnen oplossen met dit. Dat probleem heb je ook semi met een karakter zoals The Flash, dat The Flash zo snel is dat mensen hem niet kunnen zien. Dus hoe ga je doen? Ja, je nerft hem maar. Ja, is dat een manier van doen? Ja, ik heb geen idee. Persoonlijk lijkt me dat niet een manier van doen, maar... Ja, als hun zeggen van ja, we gaan hem gewoon nerven, dat is onze beste manier, ja. Daarom moet je ook altijd characters of bepaalde dingen toevoegen... dat er ook een zwakte of een restricties aan zitten, want dat is te... Meer beperkingen aan iets inzetten, des te op zich geloofwaardiger de wereld. En dat is een beetje het hele ding wat ik hier aan wilde gaan highlighten. Want de hoeveelheid spells die wij nu hebben gebruikt in deze hele game, is nu al meer dan wat Harry heeft gebruikt in de hele filmserie. En dat zegt naar mijn mening al genoeg over... Jongens,
Jullie zaten niet eens vast, rot op. Ze zaten niet eens vast, dus rot op echt. Nou. Dit is heel makkelijk, je moet gewoon kijken naar de sleutel. Dus dat is alsnog niet een super interessante, want dit is weer zo'n verhaal waarvan je denkt van hoe kan ik de dingen onderscheiden van wat echt is en wat achtergrond is. Nou, dat is aardig moeilijk. Zo, kom op, sturen. Sturen die app. Sturen. Ja, dit blijven rotcontroles voor mij, echt. Dit blijven voor mij echt rotcontroles. Oké, waar? Daar, omdraaien. Die kant op. Go. Ik heb de hoogste snelheid, dus ik kan hem inhalen, maar dit is zo'n rukparcours. Want als je op volledige snelheid zit. En met de screen crunch die je in deze hebt, ik kan het zo slecht zien. En ik weet het, Mega Man in Base is erger, maar dit is ook soms gewoon van, jezus. Jee, de gevleugelde sleutel. Nou, volgende stuk. Nou, mensen die de film hebben gezien weten wat het volgende stuk is. Dat is het schaakstuk. Alleen deze is wat minder leuk dan wat ik had verwacht. De bedoeling in deze is, je hebt allerlei de schaakstukken. Alleen de schaakstukken bewegen zich zoals ze zouden moeten. Dus ze staan stil op de stukken waar ze op hadden mogen staan. Dus een knight mag alleen maar in een elfvorm. Een toren mag alleen naar boven. Mag alleen een rechte lijn. Die dingen. Alleen wat deze zo flauw maakt, is dat het niet echt helemaal goed werkt. Want hoe het zou moeten werken is, je moet ze raken met een flippendo spel. En je moet de sound horen. Want ze zijn dus alleen maar te raken wanneer het wanneer hun vizier niet rood is. Nou, je ziet al, soms gaat hun vizier gewoon naar zwart toe. Alleen dan is het voor een hele korte periode. En dan maakt deze wel een beetje heel erg flauw om soms te doen. En dan had ik liever een normaal schaak gehad. Dus ja, en nu gaat die koningin even een heel rondje maken, echt. Ja, maak nog even een hele rondje, man. Kom op. Deze kant op. Klaar. En in plaats van de mooie opoffering van Ron in de film, is die, ja, ik ga hier staan. Maar we kunnen ook een steen erop gooien. Ik ga hier staan, Harry. Oké, Ron. Nou, hebben we dit klaar? Nou, 540 punten. Er is nog een andere. Die afdelingspunten. Volgens mij zijn ze na film 3 daarmee gestopt. Of film 4, ik weet niet meer zeker. Alleen, je krijgt naar verhouding zo weinig punten. Want door je zwerkbal krijg je 50 punten als je wint. Nou, 50 is dus 200 punten in totaal die je kan pakken in een heel jaar. Als je een goed antwoord geeft op een vraag, krijg je ook x aantal punten. Volgens mij is dat tussen de 3 à 5, misschien 10. Als je een opdracht goed doet, krijg je ook een aantal punten. Maar Is dat dan voor de hele klas? En dat is een beetje het hele punt. En ik weet, ik moet hier niet zo heel ver in gaan kijken. Alleen, als je erover nadenkt dat je 540 punten kan krijgen. En nou, nu hebt. En even los van het feit dat ik een paar keer ben opgepakt 's avonds. Maar zou je niet veel meer punten kunnen krijgen over het algemeen? Want voor mij is het gebaseerd op de klas. Niet in totaal, want als het in totaal is, nou ja, nou klopt er al helemaal niks meer van. Want je hebt 5 à 6 jaar in deze, op deze school 5 à 6 jaar. Dus dat zou betekenen dat je voor iedere zwerkbal les
of iedere zwerkbal een bepaald jaar hebt. Want je kan moeilijk... Nou ja, wacht even, dat heb je uitgelegd, hè. Er zijn zwerkbalteams en dit is multi-klas gebaseerd. Dus laat maar, die theorie gaat niet op. Maar... Ze kunnen geen les geven aan mensen die niet klas 1 zitten. Dus dat de klas 2 lessen worden gegeven voor klas 1, dat werkt niet. Dus dan is de vraag, is het voor totaal of is het alleen voor klas? Want als het in totaal is, dan is het helemaal laag. Ik weet dat ik een beetje op een hele rare rent nu ga, maar ik vind het heel erg raar. Want ik was laatst even wat spullen aan het opruimen, qua papierwerk. En een van de dingen die ik tegenkwam was mijn diploma. En wat me daaraan opviel, was dat als ik even dit naar context breng naar Harry Potter. Ik weet het, dit is een magische wereld, I don't care, een school is een school. Dat je aardig wat vakken hebt. Misschien 6 of 7 vakken. Nou, een goed antwoord voor een vraag. 3 à 5 punten. Nou ja, even simpel genomen, je hebt 40 jaar les. 40 jaar les, 40 weken les. 40 jaar les, hoe lang is school? Je hebt 40 weken les. Nou, je hebt ieder vak wel een paar keer. Je hebt ook even tussendoor examens, al die dingen. Nou, examens krijg je geen punten voor, dus een vraag is goed beantwoord. Dus laat ik even zo zeggen. Je hebt 150 lessen in het jaar. Voor alle vakken. Er worden 2 vragen gesteld per... 2 à 3 vragen gesteld per les, die jij goed beantwoordt. Lijkt me redelijk. Over het algemeen stellen een leraar heel vaak vragen. Even uitgaan van 5 vragen per les... 3 punten voor iedere goede vraag. Dat is 15. 15 keer 150. Dat is 2250 punten die je gewoon kan scoren als je gewoon de vraag beantwoordt. Hoe de fuck komen we dan op zo'n laag aantal uit? Dus dat is nu een van de dingen waarvan ik gewoon niet snap van waar, hoe zit deze wereld in elkaar? Mensen kunnen punten uitdelen wanneer ze willen en mensen kunnen weer punten afnemen wanneer ze ook willen. Dus het hele puntensysteem heb ik ook voor geen ruk. Ik weet dat ik een beetje op een rare rent ben gegaan nu, maar ik vind het heel raar. Want dat zou gewoon betekenen... dat gewoon dat hele puntensysteem gewoon 3 keer niks is. Nou ja, daar zijn we nu achter gekomen. Dat is dus gewoon 3 keer niks. En hier is dan, heb je dan nog een betere. Wat krijg je dan voor die cup? Ja, je hebt de klassencup gewonnen. Mooi. Wat doet een klassencup? Is dat een bokaal die je kan wisselen? Want ik heb hier ook nog trofeeën staan met die wisselen. Dus ieder jaar is die wedstrijd opnieuw. Of is het kampioenschap opnieuw. En degene die wint krijgt die bokaal dan. Met een nieuw plakkaat erop 2016. Hupplepup. En met alle voorgaande winnaars van 2015, 14, 13, etc. Of is het gewoon, ja, je hebt hier een trofee en die trofee, ja, mooi. Ja, ik ben niet echt heel erg leuk wanneer het gaat om verhalen. Dat is een beetje mijn ding. Een wereld moet naar mijn mening ook altijd een beetje logisch zijn. Want als een wereld niet logisch zit of... Er zitten dingen in waarvan ik afvraag van hoe zit dit? Of als je meer dan 2 seconden over iets na gaat denken, dat je al heel zit van the fuck. Ja, dat is een beetje mijn ding met verhalen. Want je kan zeggen van, ja maar je speelt heel veel Pokémon en Pokémon heb je ook heel veel gaten in de wet. Ja, klopt. Alleen die gaten kan je opvullen door gewoon te praten met in-game characters of de anime vult het wel op. En in totaal heb je aardig wat films en aardig wat boeken, dus ja. Een beetje een verhaal kan je er ook van gaan maken. Oké, wat hebben we hier nog? We hebben bijna alles klaarstaan. En daar hebben we nog 2 gaten over. Oké, hebben wij nog wat stenen? Die hebben wij daar staan. Ja, mooi. Dus ja, een beetje rare dingen om over na te denken, maar ja... Ik vind ze wel toepasselijk.
Want examens heb je niet. Volgens mij in één film is ook letterlijk aan het einde van dat alle examens worden opgegeven. Oké. Okay. Krijgt iedereen dan een 6? Krijgt iedereen dan een 10? Ik vind het een beetje een raar school dit. Ook even los van het feit dat je al deze kerkers hebt waar je gewoon in kan. Want dit is gewoon Zwijnstein. Dit is gewoon heel eng. Dit is ook gewoon heel eng, want je weet ook gewoon niet wat er allemaal kan spelen. Nou, Hermeline gaat zich ook opofferen door op een ding te staan. Jongens, we hebben letterlijk die pot daar. Draai even die pot, zet hem daar neer. We hebben tenminste één persoon erbij. Harry, je bent geen groot tovenaar, want zelfs in de eerste film gebruik jij gewoon geen spells. Nou, je ziet het al, daar heb jij een HP-balk die niet van ons is. Dus ja, het is tijd voor een bossfight. Nou ja, mensen die het weten, dit is Snape. Alla professor Krinkel. Alla, leen me nogal wie dus dat het Krinkel was. Dit was zo eng in de eerste film. Want je hebt ook een stuk dat je gewoon als soort van geest gaat aanvallen. En dat is best eng. Maar ja, voor de mensen die de PC en de PlayStation versie hebben gespeeld. Die weten precies hoe deze fight werkt. En met deze fight werkt bedoel ik letterlijk deel 2. Deel 1 is laat Krinkel maar gewoon wat spreuken tegen de pilaren aangooien. Ze zijn homing, dus zo ingewikkeld is het niet. Alleen, de spells zijn sneller dan dat Harry kan lopen. Dus daar moet je heel even op letten. Nou, ondertussen kan je wel gewoon smekjes pakken. En meneer kan ze spammen wanneer ze willen en je invincibility frames zijn niet heel lang. Dus even opletten hiermee. Nou. Even wachten tot Krinkel zijn rondje heeft gedaan. Hallo Krinkel, doe eens even je spel. Dank u. Nog een keer. Krinkel, hier boy. Hier boy. Hoi hoi. Nou ja, als hij niks doet, dan pak ik ons dus maar een smekkie. Leversmaak. Ik weet niet wat heel veel. Nou ja, op zich, voor kinderen kan ik wel begrijpen dat lever niet een fijne smaak is. Maar ik vind lever op zich wel lekker. Leverpastei, bakleverworst, die dingen. Nou, de dingen zijn kapot. Dan stort de hele vloer in. Harry is dood. En nu hebben we weer de spiegel van Neri set. De bedoeling van deze is dat de spreuk van Krinkel gereflecteerd moet worden via de spiegel. Nou, ondertussen gaat Krinkel soms een keer gooien met stenen. Hoe je een smaak kan maken van zonnebrandolie, geen idee. En waarom pepermunt en zonnebrandolie dezelfde kleur hebben, vind ik ook een goeie. Maar ja, dit is gewoon het hele ding. Reflecteer wat spells naar hem. Hoe de spiegel werkt, ik heb geen idee. Maar ja. Soms knalt hij er tegenaan exact in het midden en doet hij niks. En soms knalt hij er tegenaan en is de rand van de spiegel en dan zou hij niks moeten doen. Maar dan reflecteert hij dus wel. Ja, een beetje raar dit. En waarom is Amandel groen? Maar ja, dit is de hele fight eigenlijk. Wel typisch voor Harry dat hij zijn fight wint door geen spreuk te gebruiken. Want technisch gezien gebruik je al zijn spreuken tegen hem. Wij beschadigen nooit Krinkel zelf. Dus altijd via hemzelf. En dat was hem. En dat was het. Heerlijk anticlimactisch. Ja, rot op. Nooit meer op krachten. Voldemort komt volgende film alweer op krachten. Rot op. Ja, vieren dat Zwarderig heeft gewonnen. Eerst mijn vraag. Zwarderig is groen. Waarom zijn de vlaggen rood? Dat bedoel ik nou. Je kan gewoon punten geven wanneer je wil. En als het aantal punten 540 was, dan geeft die gozer een negende deel van alle punten nu al direct.
rot op. Maar ja, mensen, dat was Harry Potter en de Steen der Wijzen. Als jullie graag willen dat ik verder ga in deze franchise, laat het voornamelijk zien. Als jullie liever iets anders hebben, zoals bijvoorbeeld een Lego Harry Potter of een andere Harry Potter voor de, bijvoorbeeld een PlayStation, laat het ook merken. Ik heb ervan genoten omdat het echt gewoon een oude game voor mij was. Dit is zo'n game die ik vroeger zo vaak speelde in de auto naar op vakantie. Naar op vakantie. Goeie Nederlandse zin. Komt door de game. Maar ja, dat is eigenlijk wel zo'n beetje. Maar in ieder geval niet zeg. De game is simpel. Het heeft een paar stukken waarvan ik denk van ja, hoe kan je hier als kind bij neerleggen? Want het is een licensed game. Ik weet dat vroeger games moeilijker waren, maar dan hebben we het over dingen als Battletoads en Ghosts and Goblins. Dingen die zulke kinderen toch nooit zouden gaan spelen, tenzij ze voor werden uitgevraagd. Dus ja, maar ja, dat is een beetje het ding erachter. Maar dit is een licensed game van Harry Potter. Je zou zeggen van oké, misschien is het wat makkelijker. Dus ja, opnieuw, we doen niet zo heel veel spreuken, dus ja. Maar ja, dat is eigenlijk wel een beetje van Harry Potter. Ik veel wat er niet over te zeggen. Alles wat ik heb gezegd is, heb ik al gezegd. De game is misschien te onduidelijk op sommige punten en soms iets te streng, maar ja, dat is het. Maar ja, mensen, dat was het. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie bij de volgende serie. Laters.